Goedenavond, dit is het nieuws van RTV Slingeland. De voormalige minister van Justitie, professor Dr. Ernst Hirsch Parlin, trok vorige week tijdens een herdenking van de Tweede Wereldoorlog in de synagoge in Winterswijk een lijn door van dat verleden naar de politieke situatie nu. De oud-minister en hoogleraar bestuurlijk recht deed dat in het kader van een lezing op uitnodiging van de Voring Stichting. U ziet en hoort allereerst een aantal uitspraken van Hirsch Parlin tijdens deze lezing. En daarna ziet u een gesprek dat we met hem hadden. En ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat goed herdenken niet gaat zonder een betrokkenheid op de toekomst. Anders ben je alleen maar opnieuw aan het denken. En waar een goede herdenking op gericht is, is om onszelf de vraag te stellen, wij die hier zitten als levenden, wat er te doen staat. Mensen veiligheid geven, niet voldoende om ze vrede en vrijheid te geven. Vrede en veiligheid, de tweede en derde trefwoord van mijn inleiding, zijn meer dan de veiligheid van het dag in dag uit moeten verblijven in een kamp, zonder dat er toekomstperspectief is. Meneer Hirschbrien, uw toespraak begon u met een zin die luidde: goed herdenken gaat niet zonder betrokkenheid op de toekomst. En u eindigde bijna met de zin: mensen veiligheid bieden is niet voldoende om ze ook vrede en vrijheid te geven. En zou je kunnen zeggen dat daarmee de verbinding ligt tussen wat er 70 jaar geleden gebeurd is en wat er nu gebeurt? In zekere zin, maar ik ben altijd heel voorzichtig met het trekken van historische parallellen en het maken van vergelijkingen. Dus laten we vooral ons realiseren dat de diepe ellende die met het nationaalsocialisme en de Holocaust over Europa en het Europese Jodendom is gekomen, dat een iets is waar we geen vergelijkingen mee moeten trekken, omdat dat altijd valse vergelijkingen zijn. Maar wat we ons wel mogen realiseren is dat er ook nu een taak is om waakzaam te zijn als mensen gelijkwaardige bescherming, kansen om in vrijheid een toekomst voor hun kinderen te ontwikkelen wordt ontzegd. En dat gebeurt op de ene plaats in de wereld met de ene ideologie en op de andere plaats in de wereld met de andere ideologie. Die waarde voor ieder mens van kunnen leven zoals hij of zij is, die is wat we door alle tijden heen overeind moeten proberen te houden. U zei ook dat u zich eigenlijk niet meer met de politiek wil bezighouden, maar u ontkwam toch niet aan een opmerking over de discussie bed, bad en brood in het licht van wat u zojuist heeft gezegd. Heb ik dat goed? Nee, daar ontkomen we niet aan. Ik ben bovendien jurist en bezig met de rechten van de mens. En een van de vragen die er is, is wat het betekent dat de Raad van Europa in het comité van ministers, met inbegrip van de Nederlandse vertegenwoordiger, dit standpunt heeft ingenomen. Nu, er is geen verplichting, en die zou er ook niet kunnen zijn, om iedereen die hier is, illegaal of niet, dezelfde rechten en dezelfde bescherming te geven als degene die hier mogen zijn en de aanspraken hebben als staatsburgers of als beschermde vluchtelingen of andere mensen die hier mogen verblijven. Dat gaat niet. Maar daar staat niet tegenover, het is geen zwart-wit tegenstelling, dat er noodsituaties kunnen zijn en soms zijn waarin je uitwegen moet proberen te vinden voor de mensen die het aangaat. En ik hoop dan ook dat men, ongeacht welke politieke partij men is toegedaan, zoiets zal onderkennen. En zal zien dat er natuurlijk een begeleiding naar terugkeer moet kunnen plaatsvinden wanneer een verzoek om verblijf hier is afgewezen. Als dat mogelijk is. Dat er in, of zolang dat niet kan, een mensonwaardige situatie moet worden voorkomen. En daarover gaat het bij noodvoorzieningen voor bed, bad en brood. En tegelijkertijd voor de mensen die teruggaan. Het is niet alleen een kwestie van ze een document verschaffen en een vliegticket. Het betekent ook dat er op een of andere manier maatwerk moet zijn om mensen enig perspectief voor de toekomst helpen te vinden.
Bij Roedekoff werd vorige week vrijdag een veldsymposium gehouden. Joanneke Smalbraak, een van de sprekers, vertelt waarover dit symposium gaat. Dagvoorzitter Arie Schoenmaker kondigde de verschillende sprekers aan. En vervolgens konden de vele aanwezigen alles horen over oude wallen, hakhoutstoven, kapitale eiken en kroezenbomen. Ik sta hier op een hele oude plek, op oude kaarten die gemaakt zijn ter gelegenheid van de onderhandelingen over de grens. Staat deze plek al in 1656 op de kaart. En het bos waar ik daarop uitkijk staat daar ook al op en dat is al 360 jaar onveranderd bos. En we gaan kijken in hoeverre we van de geschiedenis van die bossen kunnen leren en nieuwe inspiratie op kunnen doen voor de toekomst. Omdat het in Winterswijk niet meevalt met zoveel kleine bossen om die ook nog een beetje rendabel te beheren. En we gaan dus zien vandaag in hoeverre we kunnen leren van het verleden. Want ik heb een jaar of zes geleden onderzoek gedaan en allerlei oude boeren die ook bosbouwer waren geïnterviewd en houtverwerkers en houtslepers, bosarbeiders. En het blijkt dat er toch allerlei oude tradities nog leven. En wie weet kunnen die weer inspireren voor een nieuw beheer. Dit symposium dient om de cultuurhistorie, het thema cultuurhistorie beter onder de aandacht te brengen van de Winterswijkse boseigenaren. Niet alleen Winterswijk, het kan in de hele Achterhoek. Het is cultuurhistorie van de bossen is een onderbelicht thema geweest tot de laatste 10 jaar. En met name door de heer Bert Maas, een van de sprekers vandaag, komt cultuurhistorie op een voetstuk te staan. We zitten hier in een historische omgeving, bij een historische schuur. Landen. Met moderne tractoren. Dat hoort er ook allemaal bij. Ik zie ook een groot aantal landgoedeigenaren. Wat is hun belang bij dit symposium? Nou, de landgoedeigenaren zijn ook eigenaren van bossen. Ze zijn natuurlijk ook verenigd in de NSW, landgoedeigenarenclub. NSW, dat is? Natuurschoonwet, landgoedeigenaren. Ja. Is een partij binnen WCL. Ze zijn geïnteresseerd. Ik denk dat mevrouw Smalbraak, een van de sprekers, die ook heel veel mensen heeft geïnterviewd voor haar onderzoek. Ja. De betrokkenheid. Rond Winterswijk zie ik momenteel heel veel bomenkap. Heeft dat er ook mee te maken met dit alles? Ik denk niet dat de kap meer of minder is dan de gemiddelde in andere jaren. Dat heeft met leeftijd van bossen te maken. Vanmiddag nog een excursie. De excursie zal in 3 groepen plaatsvinden. Het gaat naar de zuidzijde en naar de noordzijde. Daar zijn het dus 2 bossen die mevrouw Smalbraak heeft onderzocht. En daar ter plekke tekst en uitleg wil geven. En met name ook de landweren die zich in de bossen bevinden. Het is ook een project wat hoofdzakelijk door de provincie wordt gefinancierd. De provincie heeft ook heel veel interesse in de afloop van dit project. Maar met name van de spin-off. Hoe wordt de kennis verdeeld van, die is er, maar hoe krijgen we de kennis en de oude tradities weer bij de landgoedeigenaar voor het huidige bos? Dit gaat een vervolg krijgen? Dit gaat een vervolg krijgen, ja. Ja. Ook al de bewustwording van, ik heb bijzondere bomen, oude bomen in mijn bos. Het voorbeeld wat net gezegd werd, dat de laatste exemplaar van een of ander bepaald boom gekapt is uit onwetendheid, ja, dat mag eigenlijk niet meer plaatsvinden. Nou, wij vinden Winterswijk en omgeving een heel belangrijk gebied. Het is een bijzonder gebied met een hele grote eigenheid, waar natuur en erfgoed op een hele bijzondere manier met elkaar verweven zijn. En een van de dingen waaraan je dat kan zien, dat zijn die oude Winterswijkse bossen. Met een eigen karakter. De oude bomen erin, de bijzondere soorten die erin zitten. De eigendomstructuur, de verweving van die bossen met het landschap, in het landschap met ook de oude huizen, schoolgoederen, andere boerderijen. Het allemaal maakt het een heel bijzonder gebied waarin het de moeite waard is om het bijzondere op dit vlak, die bomen naar boven te krijgen, die bossen. En daar te kijken wat je ermee kan doen. Gaat dit symposium een vervolg krijgen? Nou, dat hangt denk ik heel erg van de mensen hier af, hè. Van de boseigenaren, die zijn hier aanwezig. En ik ben heel benieuwd wat ze hiervan vinden. Ik denk dat ik weet dat de gemeente en de WCL, het Waardevol Cultuurlandschap, dit ook een mooi thema vinden. Als er voldoende belangstelling is, als er energie is in zo'n streek van, hier willen we echt wat mee. Nou, dan moeten we denk ik ook met de verschillende partijen bekijken van hoe kan je dat nou
operationaliseren. Dus hoe kan je dus ook dat... financiële steun? Nou, dat zou ik niet, moet je denk ik niet meteen aan denken, maar wel van als we weten nu dat we in een aantal bossen heel bijzondere soorten hebben die eigenlijk een andere vorm van bosbeheer vragen, dan kunnen we dat dan met z'n allen gaan realiseren. Er zitten natuurlijk altijd financiële aspecten aan, maar ik denk het moet beginnen met dat een streek, in dit geval Winterswijk, met de boseigenaren en de gemeente en het WCL, waar er een cultuurlandschap, dat die zelf wat willen. Als ze het goed voor elkaar hebben, dan zijn wij in Arnhem altijd bereid om, in ieder geval voor mij dan vanuit het programma Cultuur en Erfgoed, die erfgoedkant, om dan mee te praten en te kijken wat we samen kunnen doen. De bekende sportpresentator en schrijver Mart Smees was 22 april te gast in het Dopsgezinde Kerkje in Winterswijk voor een lezing over zijn nieuwste boek Commentator. Onze eigen sportcommentator Friet Jansen sprak met hem. En u ziet het gesprek in Uitgelicht. Dan, Winterswijk heeft er een nieuw bedrijf bij. Catering Taslin levert exotische hapjes. We spraken met Ayaan Ikar en haar dochter Taslin. We zijn hier bij Ayaan Ikar en haar dochter Taslin. En er staan hier ook heerlijke hapjes op tafel. Dus waarom zou dat zijn, vragen wij ons af. Ayaan, wat is er aan de hand? Wij beginnen een nieuw catering. En wat is dat voor catering? Catering is zeg maar van hapjes. Hapjes, maar niet zomaar hapjes. Speciaal. Ja. Waar komen ze vandaan? Is speciaal voor Somalisch. Ja, want jij komt ook uit Somalië? Ja, klopt. Ja. En je bent ook geen onbekende voor ons, want je bent vaker bij ons op televisie geweest voor andere informatie. En hoe heet dit cateringbedrijf? Vraag ik even aan jou, Taslin. Catering Taslin. Net als jij. En waarom heet dat net als jij? Omdat ik 3 jaar geleden toen vroeg ik aan mijn moeder, waarom beginnen we niet gewoon een cateringbedrijfje? Mijn moeder die dacht, dat doen we later wel. Dus zat ik daar 3 of 4 jaar lang te wachten. Hoe oud was je toen? Toen was ik 5. 5 nog maar? Toen wou je al een bedrijf? Ja. Zo, en nu ben je 8? Nee, 9. 9? En nu komt het er echt van? Ja, nu komt het er echt van. En doe jij veel ook hier in het bedrijf? Kook jij, bak jij? Ik help mijn moeder vaak wel met eten koken. En ik vind bakken ook altijd heel erg leuk. En daarom staan hier nou die heerlijke hapjes. Een cateringbedrijf. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat kunnen mensen zo al verwachten? Ze verwachten van verse ingrediënt. Zeg maar van biologisch vlees, zeg maar. Alles is biologisch. Dat is voor hun makkelijk. Wie eet vlees mag ook krijgen. Wie tonijn, vegetarische, krijgen ze groente wat hun wil. En speciaal een echte Somalische bijzonderheid, dat is dit. Hier wat ja. Hier staat, wat is dat? Dat is sambusa, bladerendeeg. Gehakt vlees zit erin, uien zit erin, kruiden zit erin. En alleen gehakt of is er ook nog ander vlees? Ja, tonijn of kipvlees. Dus mensen kunnen kiezen als ze dat willen. Hoe gaat dat in zijn werk? Mensen denken, oh dat is leuk, ik wil wat hebben. Wanneer moeten ze dan bij jou gaan bestellen? 1 dag van tevoren konden ze mij bestellen. En brengen jullie het dan thuis? Ja, brengen wij ook. Doe jij dat ook, Taslin? Ja, als ik dat leuk vind of als dat mag. Ja. Dan ga jij het ook langsbrengen? Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat... Hebben jullie nog toekomstplannen voor andere hapjes? Want nu is met name die sambusa. Ik heb die al gegeten en ik vind het heerlijk, moet ik zeggen. Wat voor toekomstplannen hebben jullie nog? We hebben toekomst ook heel veel plannen. Zoals wat? Veel hapjes. Ja, maar en kun je daar nog iets verder over vertellen? Of is dat nog een beetje geheim? Een beetje geheim, ja. Heb jij ook nog ideeën voor hapjes, Taslin? Ja. En ga je die uitvoeren? Ja. Wanneer? Zeg ik niet. Dat is ook nog een verrassing. Dus. Nou, ik denk dat wij nou eventjes heerlijk gaan eten hier. Ja. En dank jullie wel voor dit interview. En we houden het in de gaten. Dank je wel voor jullie ook. Doei. Basisschool De Vlier hield vrijdag 24 april een sponsorloop voor de aanschaf van een klim-
en klautertoestel bij de nieuwe school. En de opbrengst was ongeveer 3500 euro. En daar was Han van Scholt, directeur van de school, heel erg blij mee. Dan is voor de vierde keer het grasmaaiertreffen gehouden bij camping De Harminehoeve. Na het maaien traden verschillende bands op, waaronder de Ploddenband. En voor de kinderen had men gezorgd voor grote springkussens. In Uitgelicht ziet u de complete reportage. En dan nog een bericht over de lintjesregen. Die hadden we ook in Winterswijk, al was het maar een heel klein buitje. Eén iemand werd onderscheiden en dat was Chris van den Bos, oud gemeenteraadslid en oud lid van de Provinciale Staten in Gelderland. En ook ik mag zo dadelijk zo'n mooie koninklijke onderscheiding uitreiken aan een bijzondere Winterswijker. Politiek mag hard zijn, was jouw stelling, maar moet zuiver blijven. Afspraak is afspraak en geen dubbele agenda's. En dat is, Chris, dat ben jij ten voeten uit. Als je als gereedschap alleen maar een hamer hebt, blijf je elk probleem als een spijker zien. Aldus Chris van den Bos in de Gelderlander van 8 mei 2012. Een mooie uitspraak die ook wel aangeeft hoe jij politiek bedrijft. VVD'er Chris van den Bos, 11 jaar raadslid geweest, waarvan 4 jaar fractievoorzitter, ook nog statenlid, een goed debater en een man met een grote dossierkennis. En wat nu blijkt, vroeger een ondeugend jongetje. Maar vandaag kreeg hij het lintje, lid van de Orde van Oranje Nassau. Meneer van den Bos, van harte gefeliciteerd. Van harte, dankjewel. Ik vind het leuk dat je er bent. En ik zou willen vragen, wat voor indruk maakt het op je? Een lintje van de koning en de penning van de provincie door de commissaris van koning, meneer Cornille. Nou, ik vond het een verrassing dat hij hier was, moet eerlijk zeggen. Een hele leuke verrassing dat hij hier was. Maar ik vond de echte verrassing dat zoveel mensen hier waren die ik ken en die allemaal de moeite genomen hebben om erbij te zijn. Want op zich is het lintje leuk, maar de mensen die erbij zijn maken het dubbel zo leuk. In de toespraken bleek dat je geroemd wordt om je eigenzinnigheid. De echte volksvertegenwoordiger zonder last of rustige spraak, zou je dat zo mogen zeggen? Nou, je weet dat ik vreselijk meegaand geweest ben altijd. Geen enkel probleem. Elk voorstel was altijd goed bij Jan, dat weet je toch? Nou, ik dacht dat ik wel eens wat andere geluiden hoorde. Maar dat kenmerkt een echte politicus. Zelfstandig denken over je onderwerp en bedenken of de fractielijn wel de juiste is. Ja, en soms zelfs een beetje tegen de fractielijn in durven gaan. Je zit er voor je eigen geweten. En dan ben je niet altijd bij iedereen even vriendelijk. Maar ja, goed, dat is het leven. Dat moet je durven doen. Als ik je een gewetensvraag mag stellen, want je bent een hart en nieren militair geweest. Een lintje, de erepenning of aan het eind van je carrière kolonel. Waar had je dan voor gekozen? Het leven is zoals het is en ik ben hier hartstikke blij mee. Mag ik overste van den Bos hartelijk danken? Tot plaats rusten, Jan. En dat was het voor deze keer. U ziet zo meteen nog een reportage over de Koningsdag in Winterswijk.
maestro van het KWOV in de storm in Winterswijk uiteraard. En tegenover mij staat de winnaar, Leon Ten Elshoff. Ten Elshoff. Ja, moeilijke namen voor mij. Met overmacht gewonnen. Oh, nou ja, zo voelt het niet hoor. Zo voelt het niet, maar ja, ik ben super blij mee. Heel grappig dat het lukt. Ja. Het was een moeilijk stuk volgens mij, of niet? Ja, nou, ja, ik kan geen noten lezen, dus ik moet gewoon het nummer uit mijn hoofd leren, zeg maar. En er zitten een paar overgangen in. Ik miste er ook één. En dan, ja... Een zeskwartmaat? Ja, de zeskwartmaat, die miste ik. En dan, ja, natuurlijk is het moeilijk. Als je het nooit doet en dirigeren is überhaupt al moeilijk, ben ik wel achtergekomen. Dus, ja... Ja, een dirigentopleiding, die duurt heel wat jaren. En voordat je zover bent... Ja. Ja, dat is zo. Ja, ja, dat is zo. Er vroeg iemand van, heb je er een nieuwe hobby bij? Ik zei, nou, dit kun je echt niet als hobby doen. Dat moet je wel bijna beroepsmatig doen. En dat zie je natuurlijk, normaal de dirigent van de KWV is ook gewoon beroepsmatig. En dat is ook logisch. Want je kan het niet even op een woensdagavond erbij doen. Dat is veel ingewikkeld voor. Met koordirigenten lukt dat nog wel een beetje. Maar orkestdirectie, dat is heel wat anders. Ja, ja, dat is het zeker. Vooral het tempo van de maat houden, dat is wel... Ja, ik had wel een rustiger stuk. Dus dat was het moeilijkste. Dus, maar ja, het ging goed. Mocht je de nummers zelf uitzoeken of werd dat voor je gedaan? In principe werd dat voor ons gedaan. Ik had wel eerst een stuk gekregen waarvan ik dacht, nou ja, daar heb ik niks mee. Dus toen heb ik een ander stuk gekregen. En nou ja, schijnbaar mag ik nog een keer met het nieuwjaarsconcert. En nou ja, wie weet kunnen we dan, mag ik het dan zelf uitkiezen. Maakt me niet zoveel uit. We moeten, als maar een beetje een mooi stuk is. Dus. In ieder geval gefeliciteerd en dan tot nieuwjaars. Ja, dankjewel. Ja, wellicht. Dankjewel.
vaste hand. Gisteravond alleen maar Ranja gedronken. Oh, bijna, bijna. Speciaal geen bier gedronken. Hartstikke goed. De 5 punten voor de president. Speciaal in een oude houten hut, dan zou ik kunnen zeggen, nou, dat is mooi. Maar als ik van over de grens zo naar Gelderland kijk, dan voel ik me net als de hertog zo rijk. Het eerste wat ik zie, dat is Winterswijk, de Achterhoek, sterren zonder maan te verrijk. Net als Karel en Verbannen, ik woon in een vreemd land, mijn koninklijke dominee. Niets aan de hand. Je zou kunnen zeggen, dat is dikke pech. Maar geluk zit in jezelf. En dat is niet ver. Want als ik van over de grens zo naar Gelderland kijk, dan voel ik me net als de hertog zo rijk. Het eerste wat ik zie, dat is Winterswijk. De Achterhoek, ster, zon en maan tegelijk. En heb je wat uit mogen zoeken? Nee, ik heb niet meegedaan aan prijsknippen. Maar mocht je hier geen cadeautje uitkiezen? Nee, dat mocht niet. Maar ik had wel veel plezier bij het springkussen. Ga je nog meedoen? Denk het niet. Vind je het nog een beetje spannend? Ja, maar misschien als je groot bent, Brian, dat je dan wel wil doen. Ja. Of ga je nog meedoen met andere spelletjes? Ja. Waterloopspel. Het draagspel gaat hij aan meedoen nog. Kan je dat hier ook doen? Ja, ik ga ook nog meedoen aan de autotraprace om 3:15. En nog met wedloop met hindernissen. Zoiets zal mij niet gebeuren en dat is ook niet zo raar. Want ik zit hier in Münsterland en Gelderland ligt daar. Want als ik van over de grens zo naar Gelderland kijk, dan voel ik me net als de hertog zo rijk. Het eerste wat ik zie, dat is Winterswijk. De Achterhoek, sterren, zon en maan tegelijk. Soms wordt het me te machtig, dan ga ik er vandoor. Mijn vrouw begint te schelden en die zegt dat ik niet spoor. De hond begint te blaffen en de kippen van de leg. Maar ik rijd dan naar Winterswijk over de Vredense straat weg. Want als ik van over de grens zo naar Gelderland kijk, dan voel ik me net als de hertog zo rijk. Het eerste wat ik zie, dat is Winterswijk. De Achterhoek, sterren, zon en maan tegelijk. Want als ik van over de grens zo naar Gelderland kijk, dan voel ik me net als de hertog zo rijk. Het eerste wat ik zie, dat is Winterswijk. De Achterhoek, sterren, zon en maan tegelijk. De Achterhoek, sterren, zon en maan tegelijk. En dan, in uitgelicht, de volgende onderwerpen. De collegebesluiten, het grasmaaier treffen en het gesprek met Bart Smeets. En verder in deze uitzending een gesprek met Werder van Almsiek. En dat gaat over de oorlog. En Gerard vertelt. Maar nu eerst de sport met Friet Jansen. Een fijne dag nog.